Maar willen we, willen we echt de wereld wel terugwinnen? Is dat echt wel. Als, dat, als je echt daar je zorgen over maakt. en echt denkt dat we afglijden naar een dictatuur. mag je ook wel wat meer vragen. Ja, want misschien zijn we dan misschien ook wel een beetje verwend. Dat het zo goed is gegaan dat een hoop mensen nog vertrouwen dat het misschien wel goed komt. Maar als je echt denkt dat we afglijden, dan moet je in verzet komen. Wat we nodig hebben is juist niet een, alleen een nieuwe partij of een nieuwe leider die binnenkomt en die zegt, ik, ik weet hoe het moet, we gaan het doen. Wat we juist nodig hebben is, is een revolutie van burgers die de democratie opnieuw zelf gaan doen. We moeten dit bottom-up zelf gaan, gaan oplossen en zelf de democratie opnieuw moeten gaan ontdekken. En in gesprek gaan met elkaar en actie voeren. Mogen partijen als D66 en GroenLinks zich nog wel links noemen, wat jullie betreft? Wat mij betreft zijn ze absoluut niet links. Meer. Nee, nee. Dat zou ik ook niet zeggen. Nee. 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 In ieder geval niet dat traditionele dat maakt links Maar het is heel lastig de... toch, om het woord nog te gebruiken. De ene is arts in een ziekenhuis, de ander strategisch adviseur voor bedrijven en overheden. Maar twee dingen hebben ze gemeen. Ze waren kritisch op het coronabeleid en ze zijn links politiek ontheemd. En hebben grote zorgen over de democratie in ons land. En daarom lanceerden ze de Vierde Golf, een politieke beweging die inmiddels een grote aanhang kent. Jonah Walk en Jepijn Hafmans zitten aan tafel bij mij. En we bespreken het fenomeen links en rechts. Wat zegt het nog? Leven we nog wel in een democratie? En zo ja, hoe oefenen we dan nog invloed uit als de meeste zaken in Brussel worden besloten? Welkom, Jupijn Hafmans en Jona Walk. Met jou heb ik al een keertje gezeten. Ook toen over de Vierde Golf en de Wet Publieke Gezondheid met Stan Bagge. En nu een nieuw gezicht erbij, Jupijn Hafmans. Ik, ik kende jou nog niet, maar je bent ook bestuurslid van de Vierde Golf. Hè? Ja, klopt. Kun je een beetje vertellen wie je bent en wat je doet? Ik ben uh, Jupijn Hafmans, ik ben 48 jaar. Ik woon in Amsterdam. Ik ben, zoals je zei bij de inleiding, strategisch adviseur. Vooral op het gebied van duurzaamheid en uh, bestuurlijke kwesties. Uh, mijn tagline is onmogelijke opdrachten. Uh, daar vul ik mijn dagen mee. Ik heb daarnaast een kimchi-fabriek. Ik heb drie dochters. En uh, dat is wat ik doe. Een kimchi-fabriek? Kimchi-fabriek. Ik maak kimchi voor de horeca. Wat is dat? Kimchi is een uh, Koreaans bijgerecht. Het is gefermenteerde groente. Het is okay. super gezond en. Uh, Toekomstbestendig, zou je zeggen. Oké, okay, interessant. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Laten we even kijken naar een kort introfilmpje. Want ik was natuurlijk ook een beetje gaan googelen wie is Juppijn Hafmans. En ik vond een interessant filmpje van jou. Waar je iets deed met uh, de groene stad, klopt dat? De gezonde stad. De gezonde stad. Ja. Laten we even kijken. Leuk. De stad is arrogant. Ik hou van deze arrogante stad, de bluff die zegt dat we voor onszelf moeten zorgen. Zullen zorgen dat we onze eigen boontjes zullen verbouwen en doppen. Dat we dat vooral zelf doen. Met opgeheven hoofd. Met trots. Omdat we door moeten. We kopen niet telkens gereedschap. Maar lenen het van de buren. We hoeven geen hotels. We verhuren ons huis als we zelf op vakantie zijn. We nemen geen taxi. We nemen de fiets. We hoeven niet nog meer asfalt. We sparen de bomen. De stad is een organisme. Een eik. Een trotse eik. De stad wordt gemaakt door mensen. Wij zijn die mensen. Wij zijn de stad. De stad die wij maken. Een gezonde stad. Ja, de. Uh, de gezonde stad. Jepijn, ik ga meteen ja. met gestrek beter in. Ja. Ik zie hier een. Uh, heel leuk om terug te zien. Uh, het is wel echt een tijd uh, geleden, maar uh, ik vind uh, het heel leuk om terug. Een leuk filmpje. Jij ja. maakt je zorgen over de democratie? Ik ook. Jij ja. ook, een heleboel mensen met ja. ons. Ja. Uh, maar ik zie jou hier eigenlijk ook een pleidooi houden voor de Sustainable Development Goals van de, de United Nations. Ja. Uh, eigenlijk een technocratische weg die waarschijnlijk gaat zorgen voor heel veel onvrijheid. Sta je hier nog achter of is dit. Nou, ik zie het nu terug. En ik heb dit ook al echt, ik, ik werd in de tien jaar of zo niet gezien. Dus dat vind ik wel heel grappig. Ik snap ook, ik snap de vraag goed. Um, het is wel zo dat ik dit niet heb gedaan met in het achterhoofd uh, die Sustainable Development Goals. Uh, maar meer over dat je uh, als stad toch wel moet richten op dat je wat meer zelfvoorzienend bent. En dat je, dus wat ik dan ook zeg, dat je de stad als mensen maakt. En um, dus dat gaat juist niet over een technocratisch systeem of een, of een deken die over de samenleving wordt heen gelegd. Want dat, dat, dat heb ik. Nou. Daar ben ik nooit voor geweest. Maar ik hoor wel elementen daarin terug dat je, dat je nu terughoort. Dat je denkt. Oh, kijk nou, ja, dat, dat klinkt nu heel anders. You nu own maar. nothing and you will be happy. <laughs> ja, gelukkig zei ik in ieder geval niet dat we, we hebben geen auto, maar we nemen een Uber of zo. Dat zei ik niet. We nemen de fiets. Dat is dan wel, mijn fiets, en niet een swapfiets. Ja, maar, goed, maar eigenlijk dat's... zeg je ook, in tien jaar tijd is er heel veel veranderd in korte tijd, eigenlijk. Ja. Waar we ons ja. nu ernstig zorgen over maken, zo ook jij, Jona. En daar wilde jij ook graag over komen praten, want jij contacteerde mij. Je zei, Flavio, we willen weer even langskomen om te praten. Ik zei eigenlijk meteen ja, want ik dacht, dat vind ik leuk om Jona weer aan tafel te hebben. Ik dacht aanvankelijk, we gaan het over de wet publieke gezondheid hebben. Maar in het voorgesprek kwam tot, kwamen we eigenlijk gezamenlijk tot de conclusie... dat we het misschien wat meer moeten gaan hebben over het politieke klimaat... Hè? en waar jullie ook als politieke beweging mee bezighouden De de golf... Uh, maar toch even terug naar het gesprek wat wij eerder hebben gehad over de Wet Publieke Gezondheid. Wat is de status? Ja, dus de Wet Publieke Gezondheid is dus de wet waarin een aantal van de maatregelen die gebruikt zijn in de strijd tegen corona, uh, lockdowns, verplichte mondkapjes, verplicht afstand houden en een aantal van die maatregelen, die is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer. Wel met een aantal amendementen die de wet wel verbeterd hebben, um, als in iets meer democratische controle, waarbij ik zelf. Van mening ben dat dat nog langer nabij niet genoeg is en dat we nog steeds niet die maatregelen vast moeten leggen in de wet. Want we weten nog niet eens of dat, of dat maatregelen zijn die zinvol zijn en of, de, schade wel opweegt, of de, de voordelen wel opwegen tegen de schade. We hebben nooit een gesprek gehad over of dat maatschappelijk uh, uh, wenselijk is. Die wet die ligt nu bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is aanvankelijk rond de jaarwisseling heel erg onder druk gezet door minister Kuipers om die wet snel en direct en zonder enig debat en discussie. Goed te keuren. Um, gelukkig heeft de Eerste Kamer gezegd dat gaan we niet doen. Ze gaan uh, nog experts horen, ze gaan daar nog echt een serieus uh, aantal vragenrondes over doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de Eerste Kamer daarmee uh, om zal gaan en ook omgaan met de toch nog hele grote vragen over hoe we deze wet uh, onderbrengen in een uh, sterke democratische rechtsstaat. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal lopen. Ja, want er is volgens mij 14 maart ook nog een technische horing... Hè, waarin Klopt. ook Martijntje Smit, hè, Klopt, een ja, van jullie ja. bestuursleden, ook zal praten. Onder andere ook Marion Koopmans, heb ik begrepen. Inderdaad. Uh, ik ben, ben Want heel... die hadden we nog niet gehoord. Nee, die hadden we niet <laughs> gehoord. Ja, ja. Wat, wat zal die zeggen? Dus het, het <laughs> dossier is nog niet uh, nee, gesloten, maar de wet niet. publieke gezondheid ja. is natuurlijk een zorgpunt van jullie. Maar laten we ja. eens dus even kijken wat uh, zoal jullie mission statement is op de website van de vierde golf. <laughs> een collectief voor politiek ontheemde vierde golf is een vereniging die zich inzet voor een crisisbestendige democratie, voor zelfbeschikking en zeggenschap in een onverdeelde maatschappij. Het is een, een mooie tekst, toch? is een mooie tekst. Ja, Daar is over ja, nagedacht. Ja, ja. Ja. Wat is er mis met deze samenleving, met deze maatschappij? Um, wat er mis is, is dat uh, we in dertien uh, crisis tegelijk leven. Als ik goed geteld heb. Misschien zijn er twaalf of veertien. Uh, dus het is dus niet opeenvolgend, maar tegelijkertijd. Dus er wordt snel gegrepen naar het woord crisis. Wat maakt dat uh, er ongewone maatregelen ja, acceptabel worden gemaakt... En die liggen vaak in de kern dat uh, uh, de, de overheid de oplossing biedt door burgers uh, de schuld te geven. Of in ieder geval uh, de, 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 de oplossing zelf te laten zijn. Gedragsverandering. Gedragsverandering, elkaar controleren. Uh, en dat zie je, nou bij corona zag je dat heel duidelijk terug. Met het uh, onder andere corona toegangsbewijs, maar ook dat iedereen zich moest vaccineren. He, want dat was toch echt wel het verhaal. Maar je ziet het ook uh, af en toe opdoemen in het klimaatbeleid. Dat er een uh, CO2-budget voor huishoudens af en toe wordt uh, voorgesteld. Dat hebben we nog niet gelukkig. Maar dat maakt dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat uh, burgers onder druk worden gezet om uh, uh, zelf de oplossing te maken. Terwijl vaak het probleem daar niet ligt. En wel op die manier uh, uh, vrijheden worden ingeperkt. Ja, het is goed dat je dat soort stipt, ook dat CO2-budget. Uh, want dat is natuurlijk een beetje de, de, de oplossing die wordt bedacht voor uh, hè, de klimaatveranderingsproblematiek die door de overheid wordt gepresenteerd als uh, yeah. onontkoombaar. Yeah. Maar dat vond ik ook het interessante aan het filmpje wat we eerder yeah. hebben bekeken. Want ik zag jou dus uh, ja, uh, in eerste instantie als een. Uh, een duurzaamheids-renewable energy strategie. Ik dacht, nou, ik krijg hier ja. iemand aan tafel ja. uh, die ongetwijfeld de groene agenda aanhangt en dus ook dat CO2-budget dan ziet zitten. Maar daar conflicteert het dus wat jou betreft. Ja, heel erg. Ik, ik moet wel zeggen dat, dat toen had ik dat niet door. Was dat ook niet zo ter sprake, zo'n CO2-budget. In ieder geval had ik dat nooit zo gezien. Dat zie je nu wel heel erg. Ik denk ook dat er echt iets veranderd is in, in, in hoe er bestuurd wordt... en hoe oplossingen worden gezocht en gevonden. Uh, dat het makkelijker lijkt om, om zeg maar, toch technocratische... zo niet totalitaire uh, uh, ja, tendensen op, op die manier zichtbaar zeg te maken... Uh, ik ben wel van zeg maar, de groene agenda. Dus ik ben wel echt voor een gezonde stad en een gezond ecosysteem. Wat is een groene agenda wat jou betreft, die acceptabel is en niet tot totalitarisme leidt. Nou, wat ik nu zie is dat we de aarde aan het uitputten zijn. En we, is dat vooral door grote multinationale ondernemingen. En die krijgen een vrijbrief om de, de, de lucht, de, 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 de grond te vervuilen. En producten te verkopen die we dan... Uh, ja, gewoon dat zijn dan de producten die we afnemen als uh, consumenten. Uh, maar dat, dat is natuurlijk eindig. Hè. Ja, dat maar dat heb gaat niet goed. heb je het dan over, over milieu of heb je het over klimaatverandering? Ik de heb, groene agenda. Ik heb het vooral over milieu, eigenlijk. En daar past ook wel een stuk klimaat in. Uh, maar meer in de zin van dat ik denk dat het niet... Uh, goed idee is om alle olie en gas en steenkool die er in de aarde is, om die maar te delven en te verbranden. Bovendien, ik ben chemicus, ik vind het sowieso zonde om uh, dat soort grondstoffen die we toch nodig hebben voor medicijnen of plastics of de dingen die we allemaal gebruiken, om die te verbranden voor bijvoorbeeld transport. Dat vind ik gewoon, uh, 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 ja, dat is niet de juiste weg. Mm -hmm. Bovendien is het natuurlijk eindig. Dat is niet. Lang houdbaar, dus niet in die zin duurzaam. Dus daar moeten we echt wel iets op vinden. Ik ga weer even terug naar jullie website, want daar staat het volgende. De vierde golf natuurlijk. We vormen een collectief van politiek ontheemden uit verschillende linkse politieke bewegingen. We zijn ontstaan uit grote zorg over het gebrek aan verzet door politieke partijen. tegen de technocratische en repressieve maatregelen die in de coronapolitiek zijn genomen. We staan voor een linkse politiek die de fundamentele rechten en vrijheden van burgers weer voorop stelt en die burgers beschermt tegen de grillen van de overheid en de markt. Nu geven jullie hier aan dat jullie dus kennelijk een linkse politieke voorkeur hebben. Als ik kijk naar het ja. politieke landschap en ik kijk wat linkse partijen van oorsprong zoals D66 en GroenLinks voor hebben met ons land, dan krijg ik bij het woord links een, een hele andere connotatie dan wat ik hier lees. Dat is raar, hè? Hoe moet ik dat ja. rijmen? Ja. Want het lijkt bijna alsof je een voorstander bent van een oplossing die uit het probleem is geboren. Daar moet ik even nadenken. Ja. <laughs> maar voor nadenken. Maar mij. er is wel iets veranderd. In ieder geval ja, wij ja. ja. nee, hoor. Nou, er is wel iets veranderd, denk ja. ik, de afgelopen, ik weet het niet hoe, hoe snel dat is, maar de afgelopen tien of misschien vijf jaar of zo is dat uh, uh, juist dat, dat, dat technocratische, controlerende uh, uh, controlerende overheid uh, dat dat links wordt genoemd. En dat nu, zeg maar uh, braaf doen wat de overheid zegt, dat is links. Maar dat voorheen was dat juist niet links, was links was rebels. Toch was vroeger zo? Ja. Maar dat is helemaal omgeslagen. Dus ja, je, het is best wel verwarrend misschien om in deze tijd jezelf links te noemen. Ja. Maar ik zou dat voor ons in ieder geval toch zo doen. Ik zie mezelf in ieder geval wel als links. Omdat ik wil opkomen voor uh, uh, burgers die in de knel zitten. Maar links is ook meer wapens naar Oekraïne sturen. Bizar, hè? En, uh, Bizar. Ja. En dienstplicht. Ja. En daarom zou ik ja. mezelf bijna meer traditioneel links noemen... dan als ik dan uh, nog in termen ja. van links en rechts... terug naar traditionele links. Toen links nog opkwam voor de rechten van werknemers uh, boven alles. Toen links nog uh, uh, streed tegen de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk. Toen links nog uh, radicaal voor vrijheid van meningsuiting was. Ook bij me voor mensen waar je het niet mee eens was. En toen links nog... nog hij hard uh, zich hard maakte voor een democratische rechtsstaat. En maar voor we hebben dus een definitieprobleem als ik het zo hoor. Want mogen partijen als D66 en GroenLinks zich nog wel links noemen wat jullie betreft? Wat mij betreft zijn ze absoluut niet links. Nee. nee, dat zou ik ook niet zeggen. Nee. 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 In ieder geval niet dat traditionele links. Dat maakt het heel lastig de... toch om het woord nog te gebruiken. Nou, daarom hoor je ook vaak dat, dat links en rechts niks meer voorstelt. Of dat, 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 dat komt voort, denk ik, uit die verwarring. Uh, en daar kan natuurlijk dat het niks meer voorstelt. Maar dan missen we wel iets in de uh, duiding van welke politieke stromingen en oplossingen er zijn. Ja, want als je links dan weer zou willen greenwashen. <laughs> en weer zijn oude betekenis zou willen teruggeven. waar zou links dan voor staan in deze tijd? Ja, de, de, wat, zou links dan, wat zou een linkse partij dan moeten voorstaan in deze moeilijke tijd? D democratie, de, de burgerrechten, uh, een, 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 een strijd voor burgers. Maar dat zijn woorden die links nu ook nog steeds gebruikt in de Tweede Kamer. Hè? Maar woorden gebruiken en uiteindelijk beleid steunen. Hmm. wat dat, ja. die, doelen ja, die doelen nastreeft, is iets heel anders. Kijk, elke maatregel die. die in het kader van milieu klimaat gesteund wordt... door de partijen die zichzelf links noemen... die vergroten consequent de kloof tussen arm en rijk. Dat is niet links. Als je teruggaat naar hoe, hoe links ooit begonnen is. Ik denk het, het streven naar vrijheid voor burgers... en niet voor bedrijven. Of voor alleen een uh, uh, rijke elite, zou ik maar zeggen. Maar vrijheid van... Van iedereen ook echt, maar echt van iedereen. Dus niet de mensen die het, 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 zich kunnen veroorloven om naar Portugal te verhuizen of zo, maar voor iedereen. Dat vind ik een linkse waarde. Ja, en, en de, de vrijheid. Genoeg, ja. En de vrijheid, de wilsbeschikking over je ja, lichaam, dat is traditioneel. Is dat is iets waar ze heel erg. Ja. Uh... ja, laten we even kijken naar een artikel in het AD, pijn, waarin jij ook geïnterviewd bent met een aantal mensen. Ik zal even wat voorlezen. Uh, mijn keuze wordt fel afgekeurd. Je wilde je dus niet laten vaccineren. Dat merk ik aan alles. Het café waar ik niet zomaar in mag. Kille reacties. Een afwijzing van een opdrachtgever. En een minister die de afkeuring voedt door te zeggen dat de overbelasting in de zorg komt door de ongevaccineerden. We zouden verantwoordelijk zijn voor veel leed en dat voelt best heftig. En later zeg je nog. Een nieuwe prikafspraak komt er echter voorlopig niet. Ik peins er niet over. Het voelt als drang, uitsluiting en daar houd ik niet van. Sterker nog, door de maatschappelijke en politieke druk voelt hij zich eerder gesterkt in zijn keuze. Ja, dit was een ja. artikel in het AD waarin mensen zijn geportretteerd die aanvankelijk wel bereid waren om zich te laten vaccineren, maar door de drang en de dwang zijn afgeraakt. Ja. Daar was jij er één van. Ik had een prikafspraak staan. Uh, zelfs op, op een zondag, dat, dat kon gewoon, want dat is natuurlijk, uh, er was natuurlijk alles in het werk gesteld om dat mogelijk te maken. Dus die had ik staan, maar ik, ik begon te twijfelen. Ik twijfelde sowieso al, maar dat was een beetje van: nah, take one for the team, zoiets. Dat was dan het idee. En ik werd heel erg aan het twijfelen gebracht door de ongekende druk die daarop werd gezet. En toen heb ik die prikafspraak heb ik afgezegd. Met de intentie om uit te stellen. Want er waren een hoop mensen die wilden dat vaccin. Ik dacht, nou, ik hoef het eigenlijk niet zo graag. Ik twijfelde al. En nu met die druk, dacht ik, nou, ik wacht even een paar weken of een maandje. En er zijn mensen die dat liever willen dan ik. Nou, laat die dan voorgaan. En dan zie ik, kijk wel eventjes wat er gebeurt. En, en ook in die maand is, 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 die, is die druk zo ver opgevoerd dat ik dat niet alleen onprettig vond, maar ook echt schadelijk omdat het uiteindelijk gaat om een, om een medische ingreep. Je, je, er wordt iets van je gevraagd om, om iets in je te spuiten, waarvan ik toen ook nog niet precies wist wat, wat en hoe. En, en ja, dat, dat, de claim dat het veilig was, ook op de lange termijn, dat, dat was wel voor iedereen duidelijk dat die nogal fors was. En, 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 en niet aan te tonen. Dat ik dacht van dat is, dat is onprettig. Nog los van dat ik niet kan beoordelen wat, het, wat dat vaccin zou doen. Uh, zowel qua effectiviteit als veiligheid. Dus dat kon ik toen eigenlijk niemand goed beoordelen. Dat voelt niet goed. Om dan mensen zo onder druk te zetten. om een medische ingreep te doen, dat, dat, dat is niet goed. Je moet mensen dat uh, echt zelf laten afwegen. En op basis van medische afwegingen. Hè? En, en niet op basis van of je nou het café in kan of uh, op vakantie kan. Want dat is dus wel op grote schaal gebeurd. Dat mensen. Uh, een vaccin hebben uh, ingespoten gekregen met als reden op een heel ander vlak. Dat, namelijk dat ze hun werk niet zouden verliezen. Hè, dat, dat is gebeurd. Dat ze, nou ja, of, of profaner, gewoon dat ze op vakantie konden of naar het café konden. Zo. Burgerrechten kopen eigenlijk. Ja, burgerrechten kopen, inderdaad. Dus dit is wel dit is een heel heftige uh, periode die me ook echt heel erg heeft geraakt. En wat me ook als je het over links en rechts hebt, ik heb heel veel. Linkse vrienden, althans die zich links noemen. En een deel van hen uh, ziet dat corona toegangsbewijs niet als een, uh, um, een social credit systeem, wat het in de kern wel is. En dat vind ik echt uh, verbazingwekkend. Ik kom uit een heel erg academische wereld, waarin uh, niet per se links of rechts, maar heel veel academici zie ik natuurlijk dagelijks. Waarin mij al heel snel opviel dat het coronabeleid werd gemaakt. Door een politieke klasse en een academische klasse, die, wat u bijna ook zei, zelf helemaal niet getroffen werd door de maatregelen. En die een enorme afstand had van de bevolking, die juist onevenredig hard getroffen werd door de maatregelen. En dat, dat vond ik wel zo schokkend, uh, dat, ja, dat was voor mij een groot deel van de reden om, om uh, mee te doen met de vierde golf. En waar we nu heel erg mee bezig zijn, of, en waar we over nadenken met z'n allen. En graag ook als, meer, als mensen zich willen aansluiten en willen meedenken is. Eigenlijk datzelfde patroon, dat, dat idee van er is een probleem, we noemen het, we noemen het een crisis en uh, we gaan volledig technocratisch, dus zonder dat er eigenlijk een maatschappelijke discussie mag zijn over wat de juiste oplossing is, vanuit een expertpositie zeggen: Dit is de oplossing en die moeten jullie maar slikken. Dus het, we schakelen het democratisch, het maatschappelijke debat uit. En we gaan die crisissen, we gaan niet zoeken naar wat is nou eigenlijk de onderliggende fundamentele oorzaak daarvan. En dat geldt voor de milieucrisis, dat geldt voor de economische financiële uh, crisis, dat geldt voor, voor, voor de crisis in de zorg, de crisis in de bouw. We gaan niet zoeken naar wat is nou het fundamentele probleem daaronder. Maar we gaan over op maatregelen. En bij elke van die oplossingen waar onze overheid mee aankomt, zie je een, zie hetzelfde patroon. Er is geen maatschappelijk debat mogelijk. Iedereen die het ermee oneens zit, wordt meteen afgeschreven als fout, foute boel: uh, tegen, tegen de overheid, tegen de democratie. Um, de overheid vergroot zijn controle van de burger... vaak vergroot het de ongelijkheid tussen arm en rijk... en uh, het doet eigenlijk niet zo gek veel om nou echt de grote onderliggende problemen. En daar zat ik wel een beetje aan met, met wat je, Pijn, zei over het milieubeleid. Het grote onderliggende probleem is toch wel dat er een aantal hele grote bedrijven... en, en miljardairs en, en elite in de wereld is dus een heel kleine groep... die onevenredig veel macht heeft via lobbyclubjes over onze politici... Um, en daarmee veel meer controle hebben over hoe welke kant het beleid op gaat dan wij, de burgers die de politici verkiezen. En dat zie je, dat, diezelfde dynamiek die zie je steeds in al die crisissen ja. naar voren komen. En hoe gaan we dat nou tegenwerken? Hoe gaan we daar, daar nou voorkomen dat dat weer steeds leidt tot, tot van die echt, ja, in mijn ogen, slechte maatregelen, die leiden tot een, uiteindelijk het afbrokkelen van de democratie? Um, zoals dat tijdens Corona is gebeurd. Ja, ik vind het wel interessant wat je, wat je zegt, want jij noemt net al het woord patroon. Uh, dat is eigenlijk iets wat ik met Blackbox ook uh, denk te zien. Hè. In de, 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 de topics die wij behandelen, zien we een patroon op verschillende dossiers, waarin overheden en media op dezelfde manier lijken te acteren. En uh, ik kan me nog ja. goed herinneren toen wij uh, zeg maar net een beetje uit de coronacrisis kwamen en op 24 februari de eerste uitzending deden van Blackbox Today. En daags daarna de oorlog uh, ontketende tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Werd ons eigenlijk een beetje verweten door, door allerlei uh, mainstream media kanalen. Van, oh kijk eens, hè, de, de, de alternatieve media en de wappies gaan naadloos over van uh, corona op uh, Rusland. En hebben daar ook ineens een mening over. Terwijl wat ja. ik zo interessant vond, is dat nou juist het patroon. Hè, waarin, ja. wat jij net ja. zegt, het debat is niet mogelijk. Je kan niet over... Oorzakelijk uh, 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 verband of over geschiedkundige feiten praten. Want dan ben je meteen een Poetin-lover. Yeah. Dat verstikkende, dat zie je yeah. op allerlei dossiers. Herken je dat? Jazeker. Ja, zeker. We hebben ook um, leden van de vierde golf die uh, bijvoorbeeld op de Universiteit van Amsterdam uh, werken. En die zich buitengewoon onprettig voelden dat uh, een, week, hè, een week na die uh, uh, inval in Oekraïne, het begin van de. Oorlog uh, uh, op hun universiteit, waar ze werkten, allerlei posters ineens zagen met wij steunen Oekraïne. En en dat ja die 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 personen die wij dan kennen, die die dachten van ho, maar dat dat gaat wel snel. En die waren niet gelijk van ja maar ik ben tegen Oekraïne of voor Rusland. Maar die hadden zo'n gevoel van maar ho eens even. Ik wil daar even over nadenken. En ik wil daar ook eventjes met mensen over praten in een vrije en en veilige omgeving. Want ja. Als een land zomaar wordt binnengevallen, dan, dan is het niet zo heel gek om dat te steunen. Maar er is misschien ook wel meer aan de hand. En dat maakt het ook wel heel erg plat om dan ineens posters op te hangen met: Wij steunen Oekraïne. Dat maakt het wel heel indimensionaal. En is er niet ook nog meer over te zeggen? En juist dat genuanceerde gesprek, of zelfs een mening of een vraag, was onmogelijk. Dat was gelijk al, uh, nee, het is uh, voor Oekraïne. En dat is uh, heel erg uh, benauwend. Niet natuurlijk als je denkt, oh, het is de, een, een, een onafhankelijk land, wordt binnengevallen en die moeten we steunen en klaar en strikt erom. Als je het daarbij houdt, dan, dan, is dat, dan merk je dat niet. Maar als je iets langer stilstaat en denkt: van nou, nee, ik, ik weet het gewoon nog niet, ik wil er gewoon iets langer over nadenken, dan is het heel beknellend. En, en, en onveilig voelt dat ook. Uh, zeker op een universiteit waar je. Zou verwachten dat er ook een academisch debat over gevoerd zou kunnen worden. of misschien zou dat wel door de universiteit georganiseerd kunnen worden. Dat zou een mooie academie zijn. Maar dat, daar is dus geen sprake van. Dus dat, is, dat valt in datzelfde patroon, inderdaad. Ja, wat zijn wat jullie ja. betreft de, de kerndossiers vanuit de vierde golf, waarin je zegt: van nou, daar gaat het fundamenteel mis in onze samenleving? Ja, juist niet op een specifiek dossier. Juist, juist op, uh, op, op uh, het, juist het, op het geheel, op een hoger niveau, op, op het de niveau van het gesprek en de democratie gaat het mis. Ja. Voordat we überhaupt kunnen gaan discussiëren over wat bijvoorbeeld de beste uh, oplossing, wat, wat bijvoorbeeld de beste oplossing is voor nou een heel groot. Ellendig dossier. De, de, de enorme uh, kwetsbaarheid van ons financiële systeem. Dat, dat is, ik denk dat niemand over twijfelt dat, dat we financieel dat het best wel spannend is. Met de inflatie, um, de huismarkt, dingen. Dus er zijn heel veel problemen in het financiële systeem. Het is buitengewoon kwetsbaar. En voordat je kunt praten over oplossingen, heb je nodig dat er überhaupt een democratisch. Of, uh, voordat je kunt. Zeg maar de inhoud, moet het debat mogelijk zijn? Kijk, en kijk naar, naar zoiets als. Nou, dan komt de overheid. Er is dus, dus een enorm economisch probleem. Waar komt de overheid mee? Een simpel. Uh, we gaan een digitale euro maken. Probleem opgelost. Nou, probleem helemaal niet opgelost. Um, daar valt heel veel voor's en tegens en vooral veel tegens over af te wegen. Dus voordat je, maar dat gesprek is niet eens meer mogelijk. Het is niet eens. Uh, je, je voert dan een discussie in de Tweede Kamer en dat eindigt met dat het kabinet zegt, ja, maar we gaan toch, uh, ook als de EU niet het op onze manier doet, moeten we er toch in mee. Dus we gaan dat wel doen. Nou, je ziet het met de Europese digitale identiteit. Dus wij focussen ons momenteel vooral heel erg op dat overkoepelende probleem. Van ja, we moeten eerst terug naar een plek waar de democratie gewaarborgd is, zodat we daarna invulling kunnen geven aan de oplossing voor al die specifieke problemen. Kijk, daar heb ik zelf wel ideeën over natuurlijk, maar. Nog veel daarboven. Mensen hoeven het niet eens met mij eens te zijn. Sterker nog, ik vind het vaak leuker om een gesprek te gaan met mensen die het niet met mij me eens zijn. Maar dat gesprek moet eerst eens even mogelijk worden. Ja, maar hoe, hoe ga je dat dan bewerkstelligen? Want je hebt nu de vierde de golf ja. neergezet. Ja. Uh, duidelijk een politieke beweging. Het is geen politieke partij. Uh, maar, maar, maar wat hopen jullie dan te manifesteren? Nou ja, wat we nodig hebben is juist niet een, alleen een nieuwe partij of een nieuwe leider die binnenkomt en die zegt: ik, ik weet hoe het moet, we gaan het doen. Wat we juist nodig hebben is, is een revolutie van burgers die de democratie opnieuw zelf gaan doen. We moeten dit bottom-up zelf gaan, gaan oplossen en zelf de democratie opnieuw moeten gaan ontdekken en in gesprek gaan met elkaar en actie voeren en uh, je hoopt eigenlijk zorgen voor politiek maatschappelijk engagement bij mensen. Zeker. Revolutie ja. zou je ja. ja. bijna hoe, noemen hoe een democratische je dat revolutie. Als mensen op Netflix zitten en nou, denken het, het zal allemaal wel. <laughs> ja, nou het, het doen is al één ding. Hè. Dus wij organiseren als vierde golf uh, maandelijks uh, debatten. Uh, over uiteenlopende thema's waar echt iedereen welkom is. Dus echt? ook uh, meningen waarvan iedereen zegt van nou is dat nou wel ja juist wel. En, en ga daar nou eens over in gesprek, want dat heeft echt meer waarde. Dan hoor je ook nog eens iets nieuws. Dat is ook leuk. Uh, maar ook als je denkt van nou maar hier ben ik er echt niet mee eens hoe het nu gaat. Als je echt ergens uh, Echt onvrede over voelt hoe politieke besluiten worden genomen, bestuurlijke besluiten. Dan moet je dat niet alleen op Twitter zetten. Dan moet je ook echt uh, dan moet je naar buiten. Dan moet je op zijn minst met de buurvrouw gaan praten. Face to face. En, 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 en op die manier het gesprek aangaan. Maar ook die mening op straat laten zien. Drukken ze een sticker, hangen ze een poster op, organiseren ze een demonstratie of gaan er naartoe. Want dat geeft wel dat. dat, dat ...dwingt mensen om te zien dat er andere meningen zijn. En daar moeten ze zich dan toch toe verhouden. Ook al wordt het dan hier en daar genegeerd door, door bijvoorbeeld de NOS. Ik, ik, ik volg je helemaal. Okay. Eh, ja. Maar ik vraag me nou af. Ja. Eh, om, om een mening te hebben, heb ja. je informatie nodig. Informatie ja. moet je ergens vinden. Eh, sociale media eventueel. Of, of, of uh, eh, op, op Google. Eh, maar de dominante factor is toch eh, de NPO... En de reguliere kranten. Dus hoe ja. gaan mensen dan afgewogen ik, informatie kunnen krijgen? Ik denk dat je een belangrijke als informatiebron Als je eigenlijk mist. Ziet dat in mijn optiek de mainstream media. Uh, ja. een roeptoeter is geworden van de overheid. Nou, dat is ik inderdaad een geef probleem. Geef daar nu misschien niet al te goede argumenten voor. maar ik denk dat een heleboel kijkers. Uh, dat niet heel raar vinden dat ik dat, 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 ik nee, dat zeg. Nee, dat kan je gewoon zeggen. <laughs> uh, maar ik denk dat je een belangrijke informatiebron mist. en dat is juist het gesprek met elkaar. En dat is he, dat mensen ook tegen elkaar kunnen zeggen van ja, dat is goed dat je dat hebt gezien op de NOS. Maar ik heb naar Blackbox gekeken. En dat is toch echt een heel ander verhaal. Nou, dat is interessant. Ga, ga dat dan eens bekijken. Dan, zou je toch, dan krijg je denk ik per definitie een verdieping. He, want het, he, dus mensen die dan dat NOS-verhaal hebben gezien, die moeten zich toch verhouden tot wat er hier op Blackbox onder andere of de nieuwe wereld te, uh, uh, te horen krijgen. Maar ik vraag. Me en af andersom op, ook. op welke schaakborden uh, voeren jullie dan eigenlijk? Uh, strijd of, of, of proberen jullie invloed uit te oefenen met de beweging? Want de media is natuurlijk hè, heel belangrijk. Hè? If you own the media, you own the minds. Yeah. En we hebben dat nou, gezien ik... in de afgelopen maanden of jaren eigenlijk, dat ja. de overheid maximaal inzet met het NCTV op gedragsbeïnvloeding, op ja. het shadowbennen, op het uitschakelen van mensen met dissidente stemmen. Ja. Dus het is best wel lastig om oh, het politieke my... klimaat te oh, willen beïnvloeden als my... de media eigenlijk. Alle macht heeft. Hè? Maar ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Dat is. Maar ik zou heel graag voor de NOS een keer een interview geven. Maar dat, ik denk niet dat het er zo snel in zit. Maar dat, dat zou ook kunnen. Maar hoeveel schaakborden? Ja, nou veel inderdaad. Maar we doen wat we kunnen. En, en dat is niet makkelijk. Maar wel blijven doen. Ja. Ik zou het niet zo negatief inschatten. Ik heb ook wel eens een interview bij de NOS gegeven. Dat was niet zo'n succes. Want die willen een, in één zin. Die willen je mening in één zin. Nou, sorry, maar de wereld is complex en genuanceerd en niet zwart-wit. En dat kun je niet in één zin uitdrukken. Maar wat. Op het moment. Kijk, op het moment dat je op Twitter uh, actie voert. Dus je mening. Ik vind het al heel moedig hoor. Van heel veel mensen die hun, hun nek uitgestoken hebben. om een mening over deze, over deze onderwerpen. In deze, in deze toch hele moeilijke sfeer die onze maatschappij nu heeft. die dat op Twitter hebben gezet. Maar op Twitter kun je inderdaad bent worden. Maar op het moment dat jij in de echte wereld met je lijf actie gaat voeren, dat is een stuk moeilijker om te negeren. En inderdaad, de NOS kan kiezen om geen camera's daar naartoe te sturen. Maar die buurvrouw en die omstanders en in die straat, we hebben met de vierde Golf deelgenomen aan veel demonstraties tegen het coronabeleid. En ik heb daar ook. Uh, flyers uitgedeeld en met mensen in gesprek gegaan. En dat als jij daar bent, als jij aanwezig bent, die mensen die daar ook zijn, die kunnen dat niet negeren. En die worden blootgesteld aan nieuwe ideeën, aan dingen die ze anders niet tegen zouden komen. En ik denk dat wij als burgers echt veel meer invloed hebben dan, dan we denken soms. Omdat we inderdaad, als je alleen maar naar de oude media kijkt, uh, gewoon heel duidelijk een, ja, een vrij homogeen verhaal. Dat, is, dat, dat ja. is denk ik niet heel omstreden wat ik zeg. Nee, toch een heel homogeen verhaal voor ja. gepresenteerd krijgt. Ja. Alleen actievoeren is in de afgelopen twee jaar toch redelijk uh, ja, gecriminaliseerd. Hè? Dat is eigenlijk iets voor dat mensen ook. die ja. tegen de overheid zijn. Hè? Ja. Terwijl dat een fundamenteel grondrecht is. Ik zou dat ook koesteren. Mensen die tegen de overheid zijn. Ik denk dat helemaal zijn. mensen niet meer zo snel zullen gaan demonstreren. Door de afgelopen twee jaar uh, de agressie van de politie, de sfeer ja. die eromheen gecreëerd is. Ja, ik, ik, ja, is, ik of ben ik wederom pessimistisch. Nee, we ik denk dat dat te pessimistisch is. Ja. Ik denk wel de mensen. Kijk, ik heb ook een keer in Amsterdam op een demonstratie in stromende regen. de hele dag van tevoren aangekondigd dat het zo lang zou regenen. 20.000 mensen. Um, nou. Dat is, dat is ongelooflijk. En het, een, een demonstratie is natuurlijk om je, je mening met veel mensen in lijfelijke aanwezigheid. Uh, prominent zichtbaar te maken, maar het is ook een social event. Mensen hebben elkaar wel gevonden daar. En zien ook dat ze niet alleen zijn. Dat is ook echt een belangrijke functie van zo'n demonstratie. En ik denk dat mensen blijven komen. Ja. Dat, 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 ik, ik denk dat wel. ik denk ook dat dat nodig is. Ik denk ook ja. wel dat we positieve lessen uh, mogen nemen uit, uh, uit, uit de, de, alle verschillende vormen dat er actie gevoerd is tegen het coronabeleid. Als ik Nederland vergelijk met omringende landen... in België zijn zorgmedewerkers, collega's van mij, gewoon ontslagen... omdat ze geen corona-vaccinatie hadden gehad. In Duitsland hebben ze heel lang 2G gehad. Ja. Beide van die wetsvoorstellen, om dat mogelijk te maken in Nederland... hebben gewoon bestaan of daar is aan gewerkt. En dat is gewoon uiteindelijk niet gelukt... of nooit niet op tafel gekomen in Nederland. Ik denk, omdat er zoveel verzet in de maatschappij was daartegen. Dus ik denk dat we dat best wel... Het, het was allemaal heel moeilijk, wat er in twee. En ik bagitaliseer dat absoluut niet. Ik heb zelf ook altijd geweigerd om mijn corona-toegangsbewijs te, te, te gebruiken. Um, wetend dat dat misschien wel consequenties zou hebben gehad voor mijn, voor mijn werk. Dus ik bagitaliseer het niet. Maar ik zie ook wel echt iets heel positiefs in de laatste twee jaar. Want ik zie wel een hele groep mensen die echt kritischer is gaan nadenken. En die ook echt heeft geleerd, die begint te leren van, oh ja. Dat actie voeren. Dat, dat vroeg, vroeger deden we hey, dat weer van. hé, dat moeten we weer gaan doen. We moeten ook alert zijn. We moeten ons uitspreken. We moeten ons geluid laten horen. En zoals zij, zei, 20.000 mensen in de stromende regen. Uh, later, uh, in januari, op een demonstratie die. ja, verboden is het verkeerde woord. Maar een demonstratie waarvan de gemeente had gezegd: dit mag niet. Waarvan je dus weet, er is een risico dat hier politiegeweld gaat gebeuren. Ja, nog bijna 10.000 mensen gekomen. Dus. Ik, ik zie wel uh, positieve dingen ook in, hoor. In, in het actie wat we gezien hebben de afgelopen, um, de afgelopen twee jaar. Dat ja. gezegd, hebbende, ja. vind ik het ook wel goed om te benadrukken... dat de manier waarop er nu door politici gesproken wordt... over mensen die kritiek geven... over mensen die kritiek hebben op de overheidsbeleid... die kritiek hebben op, uh, op, op hoe dat gaat... Hoe daardoor mensen, en nou ga ik gewoon lekker even namen, zoals Sigrid Kaag over gesproken wordt. Dat is een ongeloof. Voor mij is dat het meest bedreigende wat ik in mijn leven heb gezien voor de democratie. Mensen die zo praten. Die doen alsof het tegenspraak bieden tegen de overheid... alsof dat ge, inderdaad wat je zegt gecriminaliseerd zou moeten worden. Ben ja. ik nou te hard? Nee hoor, zeker. Ja. Nee, ik, ja. ik, ik, ik hoor wat je zegt. En ik, ik, ik denk ook dat die uh, demonstraties zeker uh, een soort... Uh, ...brandvertragend effect hebben gehad... ...op een heleboel effecten. Ja. Op een Hoi. heleboel Hoi. Ja. zaken. Ja. Maar laatst heb ik hier... Uh, hier Alkaya geïnterviewd... ...van de SP. Ja. En die gaf toch wel toe... ...dat hij ook van mening was... ...dat we in een soort van... ...schijndemocratie leven. Omdat de beslissingen uiteindelijk... ...gewoon in Brussel worden genomen. En dat hij zich tamelijk machteloos voelt. Geloven jullie nog in dit politieke bestel... ...hier in Nederland? <laughs> dat is, is een goede vraag. Zijn we niet gewoon. Nee, ik denk zeker kansloos. Dat, er, dat er. Nou, kan zeker niet. Nee. Ik denk dat we wel te maken hebben met een, met een, met een, met een rotsysteem. En zeker ook waar je, waar je Europa erbij haalt. Ik ben namelijk heel erg voor internationale samenwerking. Uh, maar zoals dat nu Europees wordt georganiseerd, dat is echt democratie ondermijnend. En uh, uh, echt slecht in die zin. Dus dat moeten we repareren. En ook het Nederlandse bestel, want in de kern zijn we gewoon gelukkig toch nog een land met een soort van democratie. Democratie is wel iets wat je zelf doet. He, dus uh, ik ben er echt van overtuigd dat als je, uh, als je het anders wil, dan moet, je, dan moet je daar ook echt zelf voor zorgen. En dan wijzen naar politici en hun verwijten dat ze niet democratisch zijn, en het daarbij laten, en dus de handdoek in de ring gooien, dat is niet hoe democratie werkt. Democratie bestaat bij de gratie van actieve burgers. En als je dat dus niet doet, dan, 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 is het, dan houdt het op, inderdaad. Maar wij hebben de macht. Durven wij zijn het veel. Durven jullie ook man en paard te noemen? Want kijk, democratie is een mooi woord, maar iedereen gebruikt het, misbruikt het. Ja. Hoe zou het moeten? Moeten we uit de euro? Moeten we uit de EU? Wat moeten we doen als het aan jullie ligt? Wat is jullie visie? Maar nu vraag je weer naar de precieze oplossingen naar, naar, naar op, op specifieke ja. thema's. Ja. En dat is uh, dat, dat, dat is ook denk ik ongewenst nu. Ik, bedoel, ik wil best wel mijn persoonlijke uh, uh, visie op de Europ Europese Unie. Ik geloof er steeds minder in, laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Ja? Dus de, hoe er nu uh, wetgeving Europees wordt uh, doorgedrukt tegen de expliciete. Uh, eis en, en, en wil van het Nederlandse parlement in, dat kan gewoon niet. Als dat echt zo gebeurt, dan is er democratisch gezien maar één oplossing. Los van wat je van de mate misschien ben je wel voor, maar democratisch gezien moet je dan gewoon uit de Europese Unie. Dat kan gewoon echt niet. En dat moet, je, dat moet ook echt ja. gezegd worden, want anders gaat dat maar door. Als je dit laat gaan, dan raak je daar je democratie kwijt. Ja. Dat is mijn, mijn visie erop, eh, zeker. Ja. Maar wat moet er gebeuren? Dat moet je dan wel ook roepen. En niet vertellen, roepen. En dan moet je heel scherp moet je dat neerzetten. En dat moeten heel veel mensen doen. Ja. En niet alleen op Twitter. Twitter is goed, dat is een stapje. Maar, maar dat moet verder gaan dan dat. Ja. En als je dat achterwege laat, dan bestaat het inderdaad niet meer. Ja, ik heb je een klein beetje uit de tent gelokt nu over je persoonlijke mening. Je zegt van ja, eigenlijk doet dat er niet toe. Maar ik ben een beetje bang dat als we het alleen maar hebben over wollige termen als de democratie en we moeten met elkaar in debat, dat de trein gewoon doordendert. Of ben ik nou weer cynisch? Dit is nee, cynisch. Dat is cynisch, maar misschien ja. moeten we Moet, het dan wat te maken. Ja, nee, maar wat <laughs> denk je hoe dan? Hoe komen we nou tot, 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 tot een, nou ja. een uitweg uit deze impasse? Want we hebben zo weinig invloed. En maar dat is, ik, hebben het, we zo weinig invloed? Nee, dat brandvertragende nou ja, effect, uh, uh, wat het uh, Zelfs ja. politici ja. uh, roepen dat, hè, zoals al van ja, ik voel mezelf een beetje een roepende in de woestijn. Maar daar moeten ja. we misschien dan ook het onderscheid maken tussen politici en democratie. Uh, van, van, heb je nog vertrouwen in het ja. systeem? Ik heb Ongelooflijk veel vertrouwen in Mahir Alkaya. maar weinig vertrouwen in de rest van de mensen. In, in, in de, in de, van de overheid, inderdaad. Ik heb weinig vertrouwen in de huidige politici, absoluut. Maar dat is iets anders dan zeggen. dat je geen vertrouwen hebt in de democratie. Ik heb wel vertrouwen in democratie. Zoals het ooit bedoeld is, waarbij elke bur alle burgers betrokken zijn bij wat voor beleid er gevoerd wordt in een land, dat dat het beste systeem is. Dat vertrouwen heb ik nog absoluut. Alleen dat betekent op momenten zoals dit, waar inderdaad dat het uit, ja, uh, een beetje out of control gaat. Je hebt het over een trein. Uh, ik, ik spreek vaak over inderdaad een, een aantal hele machtige bedrijven, machtige instanties, die via lobbyclubjes onze politici heel, heel hard en kant op duwen. Daar moet je ook Echt als burger keiharde weerstand aan tegen gaan bieden. En echt heel hard. En dat, dat is dat brandvertragende effect. En daar, moet dat, daar, en daar zal meer voor nodig zijn dan alleen Twitter. En daar is voor nodig. Eigenlijk dat valt in twee categorieën. De ene categorie is inderdaad van voortleven, wat je, wat je wil. Dus ga in gesprek met elkaar. Ga uh, met de buurvrouw in de winkel. Uh, met je familieleden, ook als het moeilijk is, doe dat respectvol en genuanceerd. En ben ook oprecht in dat gesprek geïnteresseerd in hoe de andere persoon erin staat. Maar we moeten weer naar op een plek komen waar we vrijuit kunnen spreken... zonder dat je afgerekend wordt op je mening. Zodat ook echt alle ideeën weer op tafel komen. En de andere is in dat keiharde actievoeren. En dat betekent actievoeren in de echte wereld. Schrijf, schrijf een brief aan de Eerste Kamer. Ik was... Ik gaf laatst een lezing over coronavaccinaties... en er zaten er 350 mensen in de zaal... die allemaal heel erg hard juig, juichten... toen ik zei dat ik zo tegen... dat, dat die, die wet publieke gezondheid was. Toen zei ik van... Nou, als jullie allemaal en iedereen drie mensen... andere mensen uh, vraagt om een brief te schrijven... Naar naar de Eerste Kamer, die nu die wet behandelt, dan krijgen ze meer dan duizend brieven binnen. Dat, dan moeten ze, als elke Eerste Kamerlid in één dag meer dan duizend brieven krijgt van mensen tegen de WPG, gaan ze wel even anders nadenken. Maar hier, elkaar is een heel mooi voorbeeld, vind ik, voor iemand die dit heel effectief gedaan heeft. Die heel, juist heel goed, door heel oprecht en heel eerlijk te spreken over die digitale euro, heel veel. Um, aandacht ervoor heeft weten te creëren... en zelfs zoveel aandacht weten te creëren... dat er gewoon duizend mensen bijna naar Den Haag zijn geweest... om dat debat te, bij te wonen. En de, me, de media um, had heel weinig aandacht voor het onderwerp... De, de oude media hadden heel weinig aandacht... voor het onderwerp digitale euro... tot er ineens duizend mensen fysiek naar Den Haag kwamen... en daar de ME kwam opdagen. En zo ja, toen moesten ze wel. En toen stond het in elke krant. En toen, uh, zo hebben we veel meer aandacht gecreëerd. En dat... Actie voeren in de echte wereld, dat is echt een stuk moeilijker, zelfs op het moment dat je een hele monotone uh, media hebt, om dat te gaan negeren. En dat, dat mag best wel scherp, wat mij betreft. Um, nou, ik vind bijvoorbeeld niet dat de overheid een demonstratie mag verbieden. En ik vind dat als jij iets hebt waar je, zo, waar je graag voor wil demonstreren, wat jij zo belangrijk vindt, um, dat je dat ook moet doen zonder toestemming. Dat je dat. dat, ja, dat, je dat uh, dat je jezelf moet laten horen ook inderdaad, als, dat, als zij dat heel erg gaan begrenzen, die democratie. Ja, dan moeten we maar over die grenzen heen stappen. Met enige trots zeg ik natuurlijk, wij waren wel aanwezig met uh, de livestream bij dat uh, digitale Eurodebat in Den Haag. Ja. Um, maar dat hebben de meeste mensen natuurlijk ook wel gezien. Ja. Is het niet tijd dat jullie gaan nadenken om een politieke partij te worden? Uh, nee. Moet dat? Nou, er is zo'n ongelofelijke schaarste aan goede mensen met frisse ideeën en een goed moreel kompas. Waar je, zijn ze? Je vroeg net ook al uh, op hoeveel schaakborden wij, wij al niet uh, spelen. En dan zouden we dit er nog bij, bij moeten uh, doen. Wat met alle corrumperende effecten. Maar je wordt het ook wel eens gevraagd, hoor Flavio, ja. je niet de politiek. Ja. Is? Snap <laughs> ik. Dus we zouden hem ook uh, weder kunnen Alleen, vragen. Ja, maar, ja, jullie zijn maar de politieke beweging het. begonnen. En ik ja. ben nou juist uh, van mening dat ja. als je in de journalistiek zit, uh, dat je apolitiek moet zijn. Eh? Ja. En je dus niet in een bepaald kamp moet gaan zitten of voorkeur moet uitspreken. Het ja. mij puur om waarheidsvinding en. Ja. En, en, en rechtvaardigheid, maar, dat soort dingen. Maar laat ons nou die dialoog uh, proberen te organiseren. En ook echt weerstand te organiseren tegen dingen die wij echt slecht vinden. Als, als, als wij dat nou doen. Dat vind ik al echt een heel mandje vol. Dat is best een mandje vol. Toch? Toch? Ja. Zullen ja. we dat dan zo doen? Ja, en, en, en wat gaan jullie binnenkort <laughs> nog organiseren? Zijn jullie met dingen bezig? Wat zit er in de mand? Ja, dat, dat we publiceren als het uh, publicabel is. Maar we zijn uh, uh, vol met plannen. We gaan ook een verkiezingsdebat organiseren. In onder het mom van help, wat moet ik stemmen? Want ik weet het zelf nog steeds niet. Terwijl ik daar eigenlijk doorgaans niet zo heel veel moeite mee had. Maar ja, zoals we het gesprek ook al begonnen, ik, ik, ik voel me echt uh, ontheemd. Uh, en ik voel me ook niet meer thuis bij de partijen waar ik vroeger welke op heb gestemd. En dat is best wel, uh, ja, zoals het heet, van een koude kermis thuiskomen. Dus ik moet me echt her, heroriënteren en ik weet het nog steeds niet. Ik vind het heel moeilijk. Dus daar gaan we dan hulp bij krijgen doordat we een aantal uh, Eerste Kamerleden, want het is getrapt een verkiezing voor de Eerste Kamer, uh, die naar ons toekomen om te vertellen waarom, uh, waar, waarom, zij, waarom zij vinden dat wij op hun partij moeten stemmen. Nou, bij het interessant. Ja. Zouden de woorden of de termen links en rechts niet gewoon moeten verdwijnen? Nee, ja, maar dit is, dit, is, dit is... Zijn ze niet desoriënterend? Nou, nou ik kan, maar het is, het is cosmetisch. He, want je kan zeggen, doe, doe ze weg. Ja, en dan? Is het, is het dan progressief? We hebben die gesprek ook onderling gehad. Nou, dan wil je niet links zijn, maar dan ben je progressief. Ik voel me tegenwoordig ook... Ja, progressief is letterlijk gewoon vooruitstrevend. Hoe kan je daar tegen zijn? Nou, ik voel me daar tegenwoordig niet zo heel prettig meer bij. Want de manier waarop de overheid de laatste jaren vooruitstrevend is... is niet mijn vooruitstrevend. Dus ben ik dan misschien toch meer traditioneel of zo? Of ik weet het niet. Dat, dat, de andere termen zijn welkom, maar ik voel mij toch ook wel links. Je voelt je links, maar yeah. leg me dat dan eens uit. Stel, ik, ik moet aan uh, kennissen van mij uitleggen. Uh, ik ben links, maar ik ben niet zoals die politieke partijen die zich links noemen. Wat ben ik dan? Ja, dus de, de, ik ben voor vrijheid. Ik ben voor zelfbeschikking. En ik zie je denken, dat zijn allemaal rechtse uh, woorden, je pijn. Dat... Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> maar dat, dat zijn voor mij zijn dat linkse waarden. Het zijn uh, voor mij rechtvaardige waarden. Ja, op, opkomen ja. voor... Ja. Uh, voor Mensen die het moeilijk hebben, uh, zowel financieel als uh, qua rechten, uh, qua mogelijkheden, qua kansen, uh, de, uh, daar wil ik voor opkomen. Dat vind ik allemaal uh, linkse uitgangspunten. Die door sommige linkse partijen ten dele ook nog wel worden, worden geuit, maar, maar meestal ja, toch gewoon een, een agenda van, van, van grote multinationals uh, navolgen. En dat vind ik niet links, dat vind ik rechts. Maar het woord is nu zo besmet, zou ik bijna willen zeggen. Zowel ja. links als rechts, dat het moeilijk is om ze nog te gebruiken. Het, de, de VVD wordt links genoemd. Terwijl dat, dat bij uitstek gewoon een, een, een marionettenpartij is van het grootkapitaal. Daar kunnen we toch ook heel, gewoon heel helder over zijn. Dat is toch onmogelijk links te noemen. En ik snap wel hoor, dus, dus dat dat dan ook communistisch wordt genoemd... in de zin van uh, uh, staatscontrole en een totalitair systeem. Ja, goed, dat kan je dan... Maar dat vind ik niet links. Dat is dan... Ja, je mag het communistisch noemen. Ik noem het gewoon technocratisch controle systeem. Zo. En, en heeft bij mij meer de associatie met rechts. Maar goed. Zullen we anders twee nieuwe termen introduceren? Goed. Link... En rechtvaardig, <laughs> ik denk het. te plaats. mag ik ze dan alle twee adopteren? Prima, ja, dan ben ik link en rechtvaardig. Oké, okay. Le leven we nog in een democratie? Dat die vraag stelde ik ook bij de inleiding. Leven we nog in een democratie, of is het een cosmetische schijndemocratie? Ik weet niet of er een. Er zit, het is natuurlijk een heel spectrum, hè, van van een, de best functionerende democratie naar de ergste to totalitaire systeem. Uh, daar zit een spectrum tussen. Denk ik dat we helemaal aan deze kant van het spectrum zitten? Nee, dat denk ik niet. Um, je, je noemde zelf al het criminaliseren van, uh, van de, de demonstreren en zo. Dat vind ik een ontzettend zorgelijke, zorgelijke ontwikkeling. Mensen die spreken over het verbannen, verbieden van politieke partijen, vind ik een ontzettend zorgelijke ontwikkeling. Woorden uit de mond van uit de mond GroenLinks? Van, van onder andere GroenLinks. Um, ook de woorden die hebben geleid tot dat ik uh, zelf mijn lidmaatschap bij GroenLinks heb opgezet, opgezegd. Um, ik vind dat namelijk niet verenigbaar met een democratie. Um, maar we zitten ook nog niet hier. En um, wat ik steeds meer zie onder mensen is dat ze afhaken. Men, en ik snap dat. Ik begrijp het helemaal. Men, mensen haken af, want die zien de ongelooflijke corruptie. Die voelen zich machteloos. Die denken, nou prima, weet je, laat maar. Ik, uh, ik trek me terug. Uh, ik wil niks meer met het systeem te maken hebben. Maar dat's, dan geef je het ook op. Dan, dan zeg je ook van: Oké, okay, we laten het die kant op gaan. We, 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 gaan niet, we, we doen niet meer een poging om het systeem te repareren. En ik ben daar nog niet. Ik denk echt dat we dit systeem nog kunnen repareren. Ik denk dat daar wel heroïsche daden voor nodig zijn. Maar ik denk wel dat het systeem te repareren valt. En um, de democratie aan zich is toch echt iets. Nou, pijn heeft het al gezegd: wat wij doen. Wat onze eigen verantwoordelijkheid is als burgers om te zeggen. Wij mogen in principe stemmen. Dus de mensen die in de Tweede Kamer zitten, zijn toch echt door ons gekozen. Um, dus je moet ook die verantwoordelijkheid nemen. En, en zeggen, Ik zie de want, comments nu binnenkomen ja, onder ook, deze video. Het, ik, ik, ik deze mevrouw ze. gelooft nog in het politieke systeem. Deze mevrouw gelooft <laughs> echt nog in het, in het. Maar mensen noemen mij ook heel naïef. Ik, misschien, is, misschien ben ik dat ook. Maar ik denk zelf, ik denk zelf dat ik in drie jaar, in, in drie jaar lang. Zijn van criticus op het coronabeleid uh, eerst vanuit, van, van, van binnenuit toch wel een stukje van mijn naïefheid ben verloren. Um, maar ik denk echt nog dat het te vroeg is om te zeggen we, laten, we zetten het systeem weg en we trekken ons terug. Dat doe je op het moment dat dat, dat verzet absoluut niet meer mogelijk is. En dat is het nu wel. En, en dat, die weerstand moeten we juist nu bieden om te zorgen dat we niet verder afdwalen. En maar dat is, dat is helaas. En het, het is in die zin ook oneerlijk. Ik gun iedereen een wereld waarin ze gewoon lekker met hun gezin, hun, hun hobby, hun werk kunnen doen. zonder dat ze de hele tijd hoeven te, te strijden tegen de naderende dictatuur. Maar de geschiedenis leert ons dat dat altijd zo is: dat er altijd machtige mensen vanuit ergens bovenaf proberen om die controle, die controle te nemen... en dat je daar continu die weerstand tegen moet bieden. En dat is nu belangrijker dan ooit. Dus ja, noem het, de comments zullen me ongetwijfeld naïef noemen... maar ik zeg het toch nog maar een keer. Um, ja, neem nu het moment om als burger de democratie opnieuw te ontdekken... als iets wat wij doen en niet wat alleen de politi politici doen. Ja, mooi gezegd. Ik, ik denk dat het niet alleen gaat over verkiezingen. He, want daar zie ik de comments ook al van: van dat mensen zeggen dat het doorgestoken kaart is en zo. Maar democratie gaat natuurlijk bij uitstek niet alleen over verkiezingen. Verkiezingen is een, 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 een uitvloeisel binnen een systeem van, van hoe je dat kan vormgeven. Maar zeker als je denkt dat dat doorgestoken kaart is, moet jij jouw democratische verantwoordelijkheid nemen en daar wat aan doen. Daar moet je echt de straat op. En dan moet je dat dus ook in die comment zetten. Dat is al een democratische daad. Heel goed. Maar dat kan niet het enige zijn. Want je, dat weten die mensen die dat doen ook wel. En als ik iets tweet, weet ik dat ook wel. Dat heeft misschien een klein beetje effect. Maar daar gaan we de wereld niet mee winnen. Maar willen we, willen we echt de wereld wel terugwinnen? Is dat echt wel... Als, dat, als je echt daar je zorgen over maakt en echt denkt dat we afglijden naar een dictatuur, mag je ook wel wat meer vragen. Ja, want misschien zijn we dan ook wel een beetje verwend dat het zo goed is gegaan dat een hoop mensen nog vertrouwen dat het misschien wel goed komt. Maar als je echt denkt dat we afglijden, dan moet je in verzet komen. En 15 maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Eerst nog 11 maart een grote demonstratie in Den Haag. En 11 maart inderdaad een grote demonstratie in Den Haag. Daar komen geloof ik Extinction Rebellion, Boeren en samen voor Nederland. Ja, ja. Het klinkt een beetje als de grote clash of clans. Nou, en, je kan ook zeggen iedereen is er. Iedereen is er. En ja. iedereen heeft zo zijn eigen thema om uh, kenbaar ja. te maken in Den Haag. Een democratisch recht. Het is uh, helemaal niet verkeerd om te demonstreren als het maar vreedzaam gebeurt, toch? En uh, Graag. nou ja, we gaan niemand oproepen, maar uh, het is ook zeker geen probleem als je daar naartoe komt. Maar ik zou wel mensen. Ik vind het ook fijn als je het doet hoor, even goed. Maar <laughs> ik wil wel mensen oproepen dat als je ja. echt denkt dat het misgaat. Ja. Dan, dan moet je dat dus echt doen. En lijfelijke aanwezigheid, dus van je toetsenbord weg en echt naar buiten gaan, dat heeft echt wel impact. Je, ga er maar vanuit dat er ook genegeerd wordt en geframed, maar ga er ook maar vanuit dat er vanuit uh, zeg maar het, 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 het torentje of waar dan ook en, en de, en de IVD, wie er allemaal in de gaten had, dat er geteld wordt. Hoeveel mensen er zijn, hoe boos er zijn. Wat er allemaal gebeurt. Ga er maar vanuit dat dat goed in de gaten wordt gehouden. En als dat meer wordt, dat daar toch rekenschap van gegeven wordt. Zullen we dan gewoon toch de mensen oproepen? Zeker. Fijn. Nou ja. Ik sluit me aan. We doen dus een oproep. 11 maart is er Laat kennelijk een demonstratie. Wij zijn erbij met de camera's en uh, wellicht zijn jullie er dan ook. Dank voor jullie bijdrage. En mocht je een donatie kunnen missen voor het werk wat we doen. Dit soort interviews. Maar we maken ook op maandag, woensdag en vrijdag altijd een Blackbox Today uitzending. Om 7 uur live. We doen hard ons best om jullie te informeren. We hebben geen sponsoren, we hebben geen overheidssteun. We doen het op eigen kracht en jullie donaties maken dat mogelijk. Dank voor het kijken en deel deze video.